Allemaal welkom. Dit is een extra. Dit zijn extra oefeningen. Tom, bij de opening van Eén Sanse Toe. Ja, dat is goed voor de mensen, omdat het een lastig bod is. En dan krijgen ze hele vreemde biedingen te horen. En het is altijd goed om even te oefenen. We gaan nu oefenen met z'n tweeën. En dat sluit aan bij Start met Bridge 2, hoofdstukken 4 en 5. Ja. En van Barry, Bridge in de Flits. Die heeft het al in zijn eerste boek beschreven, hoofdstuk 10. Eigenlijk past het bij allebei de boeken perfect, want de uitleg is daarin precies hetzelfde. En wij gaan gewoon weer bieden. Ik ben Tom en Tom is Tom. Die zit hoogst. We gaan heen en weer bieden. Even kijken, ik ga eens even mijn punten tellen. Nou ja, geen verrassing. Ik heb 17 punten. Ik heb een 4-3-3-3 verdeling. Evenwichtige hand, dus ja, ik open een Sanse Toe. Nou, dat is een mooi bod van Tom. Ik ga eerst uiteraard mijn punten tellen. Dat zijn er precies 9. En ik heb een 5 kaart ruiten. En nu gaan we iets vreemds doen. Normaal zou je denken, als hij één klaver had geboden, had je één ruiten geboden. Maar nu kan je toch je 5 kaart ruiten niet meer laten horen. En die is na een Sanse Toe opening ook niet zo interessant. Wat ik nu ga bieden is, ik heb maar 9 punten, dus ik ben nog niet zeker of we de minds kunnen halen. Ik bied nu gewoon 2 Sanse Toe. Helemaal goed. En ik beloof daarmee dat ik dus 9 punten, 8 of 9 punten heb. En geen 4 kaart hoog. Helemaal goed. Nou, we gaan eens even terug naar mijn hand. Ik open een Sans, zoals ik net zei. Tom biedt 2 Sans. Nou, dat betekent dat Tom nog niet zeker weet of de minds erin zit. Want hij geeft 8 of 9 punten aan en hij weet het nog niet zeker. Want voor de manche samen hebben we 25 punten samen nodig. Dat is belangrijk om zeker naar een sans in de gaten te houden. Nou, ik heb 17 punten en ik heb met mijn sansopening 15, 16 of 17 punten. Dus ik zit aan, als het ware aan de bovenkant van mijn range. En als ik 17 punten optel bij 8 of 9 punten, komen we zeker aan 25. Dus ik kop hem als het ware in. Ik maak er 3 sans van. En dan gaat hij weer. Ja, dan komt hij bij mij weer. En dat lijkt mij een prima contract. En dan wens ik Tom veel succes. Ik mag gaan spelen. Helemaal ik goed. Pas. Helemaal goed. Want je ziet de manche. De manche in Sanse Toe is 3 sans. En de manche in hart en hoge kleur is 4. En in schop en hoge kleur is ook 4. Ja. We hebben minimaal 25 punten samen nodig om de manche te spelen. En we hebben dat, hè. 17 plus 9 is altijd nog meer dan 25. Nou, en je ziet al dat je, ja. Ik heb hier nog eventjes een overzicht gemaakt. Hoe het bieden gaat naar de Eén Sanse Toe opening. En in principe zijn er 3 antwoordlijnen. Je hebt dus zonder een 4 plus kaart hoog, met precies een 4 kaart hoog en met een 5 plus kaart hoog. Nou, daar gaan we dus nu gewoon wat oefeningen over doen. En nu hadden we dus de hand dat je geen 4 plus kaart hoog had. Ja, dus we hebben geen hoge kleuren fit. Als wij geen hoge kleuren fit hebben, gaan we eigenlijk alleen maar kijken. Hebben we wel of niet de manchpunten? Hebben we de manchpunten, gaan we naar de manch. Hebben we het niet, blijven we zo laag mogelijk. Nou, en dat schema wat we er net gehad hebben, laat ik nog even in de volgende dia zien. Dus je hebt geen 4 plus kaart hoog. Nou, als je dan past, dan heb je of 0 tot 7 punten. En je hebt geen 5 plus kaart, harten of schoppen. Dat is ook wel interessant dat ze dat realiseren, want dan gaan we iets anders doen. Als je 2 sans biedt, heb je 8 of 9 punten en geen 4 kaart hard of schoppen. En als je 3 sans biedt, dan heb je geen 4 kaart hard of schoppen. Die pluspunten heb je dan. Helemaal goed. Want als je hier goed kijkt, dan zie je 10 of meer punten. 10 plus 15 is 25. Dus als je je 10 optelt bij het minimum van de sansopener, heb je al 25, ga je direct naar de manche. En zoals je net in ons eerste voorbeeld zag, had Tom maar 8 of 9 punten. Dus die weet het nog niet. Want stel je voor dat ik 15 punten had gehad. Dan had hij gepast. Ja, en dan hadden we in een marge gezeten. Zonder 25. En dat willen we niet. Ja, maar goed. We gaan nog een keer oefenen, Tom. Ja. Nou, ik zit weer te kijken naar 17 punten. Een 4-3-3 verdeling. Ik open weer als Sans. Ja. Ja, nou, dit is een hele mooie hand. Met maar 4 punten. En als Tom 1 in de kleur had geopend, had ik met deze hand gepast. Want we hebben de afspraak dat je dan 6
pluspunten moet spelen. Maar als Tom nu één San moet spelen, dan gaat hij het krap moeilijk krijgen. Want ik ben maar weinig slagen voor hem mee, misschien één vrouw. En de vraag is, hoeveel hartjes ik maak, dat zullen er niet veel zijn. Maar als harten troef is, dan is de kans dat ik twee hartenslagen maak heel groot. Dus ik wil mijn harten laten horen. Maar als ik nu twee harten ga bieden, ja, wat moet hij dan van mijn kaart denken? En daarvoor hebben we een trucje bedacht. En dat is een afspraak, dat noemen ze een conventie. En dat is de Jacobi transfer. En ik bied de kleur onder mijn harten. Dus ik ga nu twee ruiten bieden. Ja, twee ruiten bieden. En ik beloof daarmee dat ik dus een vijf kaart of meer hart heb. En ik mag dat doen vanaf nul punten. Helemaal goed. En nu komen we terug naar mij en dan krijg ik het makkelijkste bod wat er is. Want eigenlijk is dit een van de weinige momenten in het mooie bridgespel dat je niet hoeft na te denken. Als je een eensanse toe hebt geopend en je partner biedt Jacobi, hè, dus die biedt twee ruiten voor de harten of twee harten voor de schoppen, denk je niet na en bied ik twee harten en hij gaat gewoon terug naar Tom. Ja. Ja, ik moet altijd, als je in het begin, dan zitten mensen heel lang na te denken wat ze moeten bieden. Maar wat Tom inderdaad zegt, je moet gewoon twee harten bieden. Ja. Je ziet ook dat er een blauw kaartje bij je zit. Dus officieel moet de partner van Tom, dus dat ben ik dan, moet zijn bod allateren. Maar dat zal je leraar wel vertellen, hoe dat zit. Ik heb het doel bereikt eigenlijk. Want ik vind het een prima contract. Ik pas nu netjes. Ja. Er zit toch geen mandje in. Je past, het doel is bereikt. Helemaal goed. Maar zo zie je inderdaad, van ik vertrouw mijn partner blindelings. Heb ik nou twee harten, drie harten, vier harten of vijf harten? Het maakt niet uit. Ik bied hier altijd twee harten. Laat mijn partner spelen. En let hier ook op dat Tom hier dus inderdaad met zo weinig punten, als hij geen vijf kaart hoog had gehad, had hij zeker gepast. De enige reden waarom hij nu biedt, is omdat hij al weet dat hij op mijn verplichte bod van twee harten gaat passen. En omdat je waarschijnlijk met hartentroef meer slagen maakt dan zonder troef. Precies. Nou, hier heb ik het nog even uitgelegd. Dus één stans ook naar. En je hebt een vijf kaart hoog of meer. Nou, dan bied je gewoon de kleur onder je vijf kaart. Dat is dus ofwel twee ruiten als je vijf kaart harten hebt. Of twee harten als je vijf kaart schoppen hebt. Ja. En dat betekent dat de sansopenaar het spel speelt. Want degene die het eerst de kleur biedt die je gaat spelen, even terug naar het vorige voorbeeld, die speelt het contract. Wordt de leider. Ja, dan wordt de leider. En dat is op zich ook wel interessant. Dat is extra slim, want dan hou je al deze kaarten hou je verborgen. En alleen de slechte kaarten van Tom komen op tafel. Ja. En hier zie je het alweer, de herbieding van de sansopenaar. Blindelings volgen. Helemaal goed. Ik zie nog een oefening, Tom. Ja, we gaan er nog twee doen. Ik ga toch mijn punten tellen, hè, want je weet nooit. Maar ik zie weer tussen de 15 en de 17. Ik heb er zelfs 17. Een 4-4-3-2 verdeling. Dus ik open één zonder toe. Nou, ik ga ook mijn puntjes tellen. Dat zijn de 6, 8, 9 punten. En het leuke is, ik heb twee vierkaarten, waaronder een vierkaart hoog. Dus ik ga nu, ik probeer aan te geven aan mijn partner dat ik een vierkaart in een hoge kleur heb. En dat doe ik door twee klaver te bieden. Dus dat is een heel raar bod weer. Maar ik beloof nu, partner, ik heb 8 of meer punten. En ik heb in ieder geval een vierkaart harten en of schoppen. Dus één van de twee vierkaart heb ik. Top, helemaal goed. Dan komt hij weer terug naar mij. En nu weet ik wat Tom probeert te doen. Want Tom die biedt dus twee klaveren. En twee klaveren vraagt naar de vierkaart hoog. En waarom vraagt het naar de vierkaart hoog? Nou, het is zo dat je met 8 kaarten samen heb je een fit. Dus stel je voor dat wij 8 hartes of 8 schoppen samen hebben, dan willen wij dat als troef maken. Eigenlijk ga ik hier gewoon weer antwoord geven. En ik geef op de volgende manier antwoord. Ik bied twee ruiten zonder vierkaart hoog, twee harten met een vierkaart harten, en twee schoppen met een vierkaart schoppen. Dus ik bied hier twee harten. Ik kan er eventueel nog een vierkaart schoppen bij hebben. Maar het belangrijkste is, ik geef aan mijn partner aan. Partner, luister. Ik heb vierkaart harten. Als je ook vier hartes hebt, kunnen we dat misschien troef maken. En als je vier schoppers hebt, kan het altijd nog sans worden.
Nou, daar ben ik heel blij mee met de bot, want ik weet in ieder geval dat we de harte fit ontdekt hebben. Dus nu is het volgende punt dat ik mijn punt aan ga geven. Het zijn er maar 9. Tom kan ook nog steeds 15 hebben. Dus ik ga rustig opbouwen, ik ga inviteren en ik bied 3 harten. Helemaal goed. Wat mooi is om op te merken, Tom, als jij nou 10 punten had gehad... Dan had ik gelijk 4 harten geboden. Dan had Tom 4 harten geboden. Dan weet je het. Eigenlijk is het steeds een onderzoek, hè? Want wat we nu hebben onderzocht eerst... Het eerste onderzoek dat we hebben gedaan is naar de fit. Fit kan een checkje bij, want we hebben een hartenfit gevonden. En nu we de hartenfit hebben gevonden, gaat Tom kijken van... Oké, hebben wij die 25 punten samen? Nou ja, ik heb er 17. En partner, twee dus... klaver, heeft minimaal 8 punten. Dus hij heeft 8 of 9 punten. Dat betekent dat we 25 of 26 punten samen hebben. En ik maak het af. Dus ik kop hem in, Tom. Ik maak er 4 harten van. Dat dacht ik dan. Ja. En we hebben weer ons doel bereikt. Lijkt me nog goed contract. Ja, en het mooie verschil is inderdaad dat je inderdaad eerst gaat kijken. Eerst heeft Tom dus de fit gevonden. Nadat we de fit hebben gevonden, zijn we gaan kijken. Gaan we wel of niet de manche spelen? Ja. Nou, hier nog even de uitleg. Dus passen is 0 tot 7 punten. En geen 5 kaart hard dan schoppen. En 2 klaveren, dan beloof je dus 8 pluspunten met een 4 kaart harten en nog schoppen. Ja, een heel groot verschil, Tom. Kun je nog eens uitleggen, Tom, van waarom is het nou zo dat je 2 klaveren wel 8 of meer punten nodig hebt en daarnet met 2 ruiten of 2 harten mocht vanaf 0 punten? Nou, dat komt omdat je blindelings dadelijk in die, met die 5, als je 0 punten hebt en je hebt een 5 kaart of een 6 kaart in de hoge kleur, dan kan je de kleur eronder bieden en dan eindig je op 2 niveau altijd. Ja. En na de steenman lukt dat niet. Nee, het is echt vooruitdenken, maar dat is wel een belangrijk verschil inderdaad. Ja. Dat mag doen vanaf 8 punten. En dit is ook wat ik net al toelichtte. De Sans-openaar die gaat gewoon elke keer weer antwoord geven. 2 ruiten, ik heb het niet. 2 harten, ik heb harten. Eventueel nog schoppen erbij. En 2 schoppen, ik heb schoppen. Eigenlijk spreekt dit wel voor zich. Dat is wel makkelijk om te onthouden. Hè? Harten is harten, schoppen is schoppen. En ruiten is het niet. Ik heb ze niet. Helemaal goed. De laatste. Een interessante. Ik heb je nu wat minder punten gegeven, Tom. Ja, ik zit te tellen nog. Zijn er niet, het zijn er wel 15, hè? Maar... Ja. Evenwichtige hand. Ik open gewoon een sans toe. En hij komt naar jou. Nou, ik heb deze keer heb ik een 4 kaart schoppen. Maar ik heb wel een mooie punten. Ik tel snel even kijken. Dat zijn de 10, 12 punten. Ja. Dus ik heb wel die 4 kaart hoog. Dus ik ga gewoon 2 klaveren bieden. Ja. Helemaal goed. En hij komt naar mij. Oké. Nou, ik ga weer aangeven. Dus waren we 3 mogelijkheden. 2 ruiten. Ik heb hem niet. 2 harten, harten. 2 schoppen, schoppen. En ja, hier geldt ook wel weer. Ik bied eerst mijn laagste. Dus ik bied eerst mijn laagste 4 kaart. Dus ik bied 2 harten. Partner, ik heb een 4 kaart in harten. Ja, en nu is de vraag wat ik moet bieden. Moet ik nou mijn schoppen laten horen, want ik heb geen hartenfit, of moet ik iets anders bieden? En ik bied toch met deze kaart 3 sansen toe. En waarom doe ik dan? Omdat ik per partner dan kan weten dat ik een 4 kaart schoppen moet hebben. Want ik heb 2 klaver geopend en ik steun zijn harten niet. Dus ik heb geen 4 kaart harten. Ja, dus ik bied nu 3 sansen toe. Hij komt terug naar mij. En hij staat al ingevuld. Ik zal even eentje teruggaan. We hebben al een beetje verklapt wat het dan gaat worden. Het gaat 4 schoppen worden. Maar waarom? Dat is veel belangrijker. We hebben een sans geopend. Partner biedt 2 klaver. Biedt 2 harten. Ik heb een 4 kaart harten. Een partner biedt 3 sansen toe. Maar er is een reden waarom die eerste steenman heeft geboden. Het is echt wel een doordenkertje hoor. De reden waarom die steenman heeft geboden is natuurlijk omdat hij een 4 kaart hoog heeft. Want zonder 4 kaart hoog mag hij geen 2 klaver bieden. En op 2 harten gaat hij niet in. Dus dat betekent dat hij geen 4 kaart harten heeft. Dus heeft hij een 4 kaart schoppen. Hij wil de manche spelen en hij heeft een 4 kaart schoppen. En daarom bied ik hier 4 schoppen. Dit is wel de allerlastigste doordenker, Tom. Ja, dat klopt. En in vroegere biedsystemen, zoals ik het vroeger geleerd had, deed men het niet zo hoor. Maar het grote voordeel is dat de waarschijnlijk de hand met de meeste punten, die wordt hier ook weer de leider op deze manier. Ja, helemaal goed. Het is eigenlijk gewoon logica. Hè? Het is gewoon kijken inderdaad van wat heb je en waarom heb je iets geboden. Want stel je voor,
dat Ton hier geen vierkaart schoppen had gehad. Wat had je dan geboden op één stanzen toe en je had geen vierkaart, had ik... geen vierkaart schoppen gehad? Dan had ik gelijk drie stanzen toegeboden. Ja. Dus dan weet je, dan gaat het één stans, drie stans pas. Maar er is een reden. En daar, dat is een beetje doordenken. En dat is het verhaal waarom die eerste twee klaver biedt. En ja, ik hoop dat dit weer wat geholpen heeft, die extra oefening, Tom. Ja, zeker voor de mensen die nu in coronatijd de lessen niet goed hebben kunnen volgen, kan dit weer een waardevolle aanvulling zijn. Absoluut. En onthoud, als je de boeken er nog eens een keer op naslaat, zoals Ton net aangaf, er zijn drie antwoordlijnen. Zonder hoge kleuren, met een vierkaart hoog en met een vijfkaart hoog. Helemaal goed. Hey Ton, ik zeg tot de volgende keer. En ja, ik denk, volgens mij ga je nog wel meer oefeningen maken, toch? Ja, het lijkt me, ik heb een paar mensen gesproken en die vinden dat ontzettend leuk. Dus ik denk, ga er even mee door. Helemaal goed. Ik zeg allemaal tot de volgende keer bij de volgende oefeningen van Tom en Ton. Oké, groetjes.